Is het zomer? Nee, ik heb het dan zo opgelost. Nou, welkom hier. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Ja, doorknokkers ondanks tegenslag heet dit. Dat is een citaat uit de nieuwjaarsspeech van jullie burgemeester. Oh, ja. Oh, jullie burgemeester. Ja, maar Amsterdam. Aandachtig gelezen, bestudeerd. En gedacht, die kan je elk jaar gebruiken. Zo'n citaat, doorknokkers ondanks tegenslag. En wat ik erg fijn vind hier, dit is een stukje textielfabriek en dat wij hier als laatste arbeiders in de textielfabriek gewerkt hebben. Okay. Met onze teksten. Wij hebben hier vrij associërend dialogen met elkaar gevoerd op het papier. Dat heb je natuurlijk vaak in fabrieken, heb je zoveel geluid dat je eigenlijk niet met elkaar kan praten. Dat was natuurlijk ook een beetje het idee dat je met elkaar schrijft. En het is ook een soort WhatsApp avant la lettre, kan je wel zeggen. Ja. Het is ook onze manier van werken. We doen met z'n tweeën aan die tafel en het is altijd een soort eindeloze dialoog wat we nou eigenlijk precies gaan doen. En eigenlijk daartussenin ontstaan vaak een beetje de werken. Het is niet heel, niet alles is gepland of zo. En eigenlijk hier ook, we gaan wel met een idee hier naartoe en laat ons inspireren door de plek. Maar vervolgens heb je ook gewoon nog heel erg het moment, zeg maar, dat we hier zitten. Nou ja, en dat is eigenlijk de lol, zeg maar. Dat is ook, op een hele andere manier omgaan. Je hebt natuurlijk altijd je dagelijkse dingen. En we hadden het er net al even over, heel erg je eigen gewoontes. En we proberen onszelf ook daarin, een beetje op het verkeerde been te zetten. In ieder geval te ontdekken wat er eigenlijk gewoon is of wat niet gewoon is. En kijk, ongelukkig. Kom binnen. Lopen gewoon naar die lijns van. Waar zit dan hier? Ja. En waar zijn die opnames voor? Ja, hij kan niet terugpraten. Hè?